Yo iedereen, welkom terug bij alweer een nieuwe video. Vandaag zijn we weer bij het MGP-event op Singapore. Het is de kwalificatie en als ons plan was om Joost, die vandaag meerijdt, zo ver mogelijk vooraan staat en ik reversed zou doen. Dus dat ga ik dan nu ook proberen. Nog steeds? 2-10 nu 37-9. 37-9. 37-6. Nog steeds. Nog steeds. Ik ga dat niet eens halen, denk ik. Zoals jullie kunnen zien, of kunnen horen trouwens, samen met mijn engineer VRT Baliner, proberen we eigenlijk P11 te staan. Lukte niet, het regende gewoon te hard al in quali en daardoor staan we P13, is niet ergens, ook een hele goede startplek. Gaan dus hard medium doen, reverse strategie. Joost staat op P1, dat is ook heel goed. Dan staan we hier aan de start met 5 rode lichten en we zijn onderweg. Het is natuurlijk een hele, het is een baan waar je heel moeilijk kan inhalen, dus je kan ook heel makkelijk je frontwing kwijtraken als je ergens een fout maakt. De Ferrari gaat in ieder geval wijd en daar maken wij gebruik van. Duiken aan zijn binnenkant. Zitten ook aan de binnenkant van de Williams. En we willen eigenlijk zo snel mogelijk de eerste hardrunner worden. Ik heb ook voor deze baan eigenlijk puur een race setup gebouwd. Aangezien ik in quali toch niet heel snel hoefde te zijn. Ik wist dus ook dat mijn race pace sterk was op deze baan. Dat gaan jullie straks ook zien. Ja, dus we zijn in ieder geval de eerste hardrunner geworden. En dat is natuurlijk stap 1 eigenlijk. Dan is het lap 3 en die softs die droppen heel snel op deze baan. En dan duikt de Red Bull van SAZ Koen duikt al de pits in. En ik verwacht eigenlijk de softrunners tussen lap 3 en lap 5 naar binnen te gaan. En dan zien we nu ook dat CRG Blizzard achter ons rijdt. Die heeft zich heel goed naar voren weten te vechten. Op de hards. Startte volgens mij rond P16, 17. Dus die heeft ook een hele goede start gehad. En ja, CRG is natuurlijk onze rivaal. De eerste twee races hebben we elke keer meer punten gescoord dan hun. Alleen de laatste twee races. Zij hebben weer meer punten gescoord dan ons in de race. We staan wel nog boven in het kampioenschap. Maar het is gewoon belangrijk dat we nu alweer gewoon wat punten gaan extenden. Dus weer in totaal meer punten gaan scoren dan zij doen. Dus dan gaan we hier ook voorbij aan 14 Lorre. Die softs die zijn heel slecht nu. Zie je ook aan de McLaren. De pace is ook helemaal weg. Dus nu is de gap naar WSO, de WSO-rijders, was 1,8, 1,6 seconden zoiets. En hier een ronde later zitten we in de DRS. Dus onze pace is gewoon heel goed op die hards. Ze rijden natuurlijk op mediums, dus ze zouden sneller moeten zijn. Zeker Ferreira had heel veel moeite. Lap 10. Volgens mij gaan de mediums ongeveer naar binnen lap 12, denk ik. Dus dat was mijn voorspelling dat ze dan naar binnen zouden gaan. Alleen ze hielden ons nu wel heel hard tegen. Het is natuurlijk moeilijk om Ferreira in te halen op het moment dat hij DRS heeft. Heeft hij nu niet meer, dus nu kunnen we wel de move maken. Dan gaan we dan ook. Hij verdedigt niet gelukkig, dus we hebben de binnenkant. En die houden we dan ook vast. En dan zien jullie ook gelijk dat CRG Blizzard hem ertussen knalt. En dus ook gelijk meegaat. En het was eigenlijk mijn bedoeling. Ja, ik hoopte erop dat er steeds een auto tussen Blizzard en ik zou zijn. Maar ja, dat lukte dus niet bij die poging. En dan zijn we nu bij Energy Zeus aangebroken. Daar gaan we ook aan voorbij. En nu is Blizzard wel heel ver weg. Dus een kleine kans dat hij nu weer hetzelfde doet. Maar ja, jullie raden het al. Hij doet het toch.
Hij zet hem ernaast en heeft weer de move gemaakt. Het bleek dat hij nu rond 80% ERS had. Ik zit op 10, 20. Toch had hij heel veel moeite en is hij uiteindelijk ook heel veel ERS gaan gebruiken. In ieder geval, lap 16. En Blizzard heeft nu een 3 seconden penalty. Dus dat is in ieder geval heel goed. Dan zit nu VSR Joost, die is natuurlijk al gepit, zit nu 6 seconden achter ons en de pitstop duurt hier best wel lang. Ongeveer 25, 26 seconden. We mochten trouwens in dit event over de witte lijn heen, dus ja, daar maak ik al te graag gebruik van. Dat doen we hier dan ook, is niet heel professioneel, maar ja, tijd winnen, dat wil iedereen. We rijden nu 7e en dan is het nu eigenlijk... focussen en zo snel mogelijk de moves maken. Die mediums zijn op dit moment ook heel veel sneller dan de hards. En dat merk je ook. Je hebt veel meer grip. Gebruik een klein beetje ERS nog om de McLaren voorbij te gaan. En dan komen we nu aan bij ons ja, maatje, wil ik wel zeggen. Eerst is het Koen. In de Red Bull. Ik hoopte al dat hij niet te veel zou verdedigen. Hij heeft ook heel weinig ERS. Dus de kans is klein dat hij gaat defenden. En dat doet hij dan ook niet. Hij laat ze gelukkig gaan. Daar was ik heel blij mee. En dan nu is de gap naar de Ferrari 3 seconden. Ik denk dat we in 1 of 2 laps al daarachter zitten. Aangezien we zoveel meer grip hebben. En de gap naar Midnight is op dit moment 12,5 seconden nog. Met nog 11 rondjes te gaan. Dus we moeten meer dan een seconde per ronde in gaan lopen. Willen we hem nog inhalen. Maar als we dat doen, pakken we natuurlijk wel een 1-2. Een 1-2 voor VSR. En ja, daar moest ik alles aan doen. Op dit moment had Joost trouwens wel een speeding in de pitlane. Wat hem 5 seconden heeft opgeleverd. Dat is heel erg zonde. Neem hier een wijde lijn. Zodat we een goede exit hebben. En dan dacht ik hier even dat hij zou verdedigen. Maar het viel mee gelukkig. Nu kunnen jullie linksboven zien dat Joost een 5 seconden penalty heeft. En Midnight rijdt 3,5 seconden achter hem. Bijna 4. Dus die zou op dit moment Joost nog voorbij gaan. Zet weer de snelste ronde neer. Alleen Blizzard pakt die weer af. Aangezien die ronde later is gepit. Op dit moment is de gap van Midnight naar Joost bijna 4 seconden. En zou Midnight dus nog steeds voor hem eindigen. Maar nu zien jullie dat Midnight 3 seconden heeft gepakt. Dus zou Midnight 2 seconden achter Joost moeten rijden. Dus wat ik nu zou kunnen doen is Midnight nog ophouden. Maar ik zag al dat de gap meer dan 5 seconden werd. Dus dat was niet meer nodig. Joost had hele sterke pace op deze baan. Ja, we waren goed voorbereid. En ja, het ging allemaal heel goed. Ik wist gewoon voor nu dat ik zelfs nog een 3 seconden penalty kon pakken. Dat had niet veel uitgemaakt. Aangezien ik Midnight sowieso al voorbij zou gaan. En Blizzard nog 3 seconden achter ons rijdt. Maar die heeft natuurlijk wel een ronde versere banden. En dat scheelt heel erg veel op deze baan. Want je banden droppen heel snel. En ja, ik wilde ook niet te veel ERS gebruiken. Maar ja, sparen, dat is heel lastig hier zo. Het kan eigenlijk alleen op het moment dat je achter iemand aanrijdt in de DRS. Maar ja, met een reversed strategie. Gebeurt dat niet zo heel vaak. Dus hier, Midnight verdedigt ook niet echt. Hebben nu de binnenkant rem iets later in. En hebben de move gemaakt. En dus de gap naar Joost was 5 seconden. En nu is de gap nog maar 1,8 seconden. Dus we zijn nog heel veel ingelopen. Maar op dit moment wist ik al, als het zo blijft. Finishen we gewoon 1-2. Dus ik hoefde niet meer te pushen. Niet gek te gaan doen. Ik hoefde Joost niet in te halen. Want Joost had ook nog een 5 seconden. Dus het ziet er dan heel goed uit voor ons team. En dit gaat dan ook een 1,
twee woorden voor VSR. Let's go. Lekker. Dus ja, het is ik op 1, Joost op 2, Blizzard op 3. En dan wil ik eigenlijk nog kijken waar Gamer is geëindigd. Ik dacht ongeveer zesde, COG Gamer bedoel ik. Onze rivalen. Wij hebben in ieder geval maximaal aantal punten, behalve de fastest lap, die heeft Blizzard. Gamer is teruggevallen, nou ja, die is zevende geëindigd. Dus dat is ook heel goed voor ons. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Volgende week is Japan. Niet een hele goede baan voor mij, dus hopelijk hoef ik niet te reizen dit keer. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken allemaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao.